Mr. Stoeger, 1 minuut. Ja, voorzitter, dank u wel. De G7 heeft besloten om 90 miljard euro uit te trekken om de vermeende opwarming van de aarde tegen te gaan. En daarbij doen ze de belofte dat dat niet meer dan 2 graden zal zijn ten opzichte van 1990. Het getuigt van lef om dit soort harde getallen te noemen. En je kunt je afvragen of hoe ze eraan komen en of dit bedrag en die belofte wel goed gefundeerd zijn. Het gaat hier tenslotte om een onderwerp waar we nu onderhand wel van weten dat fictie en realiteit door elkaar heen lopen. De vraag is of de aarde opwarmt, waar dat dan door zou komen. En het is volstrekt onzeker welke maatregelen zouden kunnen helpen. Een nogal wankele basis om 90 miljard euro vooruit te trekken. Als je dan zo stoer bent om harde getallen te noemen, heb dan ook het lef om te zeggen wie dat moet opbrengen. En dat is de belastingbetaler. De hardwerkende middenklasse, in Nederland onder andere, die zijn energienota zal zien stijgen. Dat is wel exact te berekenen. Wat niet exact te berekenen is, hoeveel van die 90 miljard er in de zakken van de bedrijven van Al Gore terecht zal komen. Dank u wel. Madame Švica, 1 minuut en een half. Hvala vam lijepo. Ja se također želim zahvaliti gospođi Gardini i gospodinu Levi koji su napravili ovo izvješće. I premda djeluje kao da je formalnost potpisivanje ovog sporazuma sa Islandom, ipak bih rekla da je to jedan sporazum koji će nam dati postreka na putu prema Parizu, a ujedno i daje nam priliku da još jedanput preispitamo.